Maar het schijnt dat heel veel mensen door die stijgende energieprijzen in financiële problemen komen. Ja, natuurlijk. Dat is dan logisch. Ik bedoel, als die prijs die gaat helemaal over de kop heen. Je wilt en als je toevallig een oud huis hebt, slecht geïsoleerd en je moet nog gas koken. En je wil ook dat je kinderen nog een beetje warm houden, zodat ze niet doodvriezen. Zo lagen wij vroeger in bed, hè, met 3 jongens in 1 bed. 2 dikke winterjassen eroverheen. En de bloemen op de ramen en het ijs op de dekens. Ja? Nou, dat willen we toch niet terug hebben. Ik ben heel benieuwd wat het allemaal voor impact heeft voor de meeste mensen onder ons. Ja. Het schijnt om forse bedragen te gaan. Ja, ja. Ja, ik heb het ook alleen van horen zeggen en lezen. Dus we zullen zien hoe het uitpakt. Maar het is natuurlijk totaal niet fair. Mensen kunnen straks de rekening niet meer betalen. Ja, zo is het. Ze willen allemaal van het gas af, weet je wel. Ja, dat kan niet 1, 2, 3. Het pensioen gaat niet in de hoogte, maar de energie wel. Dus de overeenkomst klopt niet. Hoe verklaart u de stijging? Daar zou ik geen reden voor weten. Nee. Waarom? Verkeerd beleid misschien. Verkeerd beleid dat ze de meeste gas komen in de Rusland. Ja. Ja, het is wel een zorgelijke ontwikkeling dat het zo omhoog gaat op dit moment. Ja. Wat vindt u daar zorgelijk aan? Nou, dat straks sommige mensen het niet meer kunnen betalen, zeg maar. Dus ik denk dat het wel een probleem is. Ja. Ik ken de boze woorden. Helpt het? Nee. Dus ik laat het maar over me heen komen. En proberen zuiniger te stoken. Ja, daar word je niet blij van. Als het schaarste is, dat dan maar de prijzen omhoog gaan. En als er voldoende is, dan gaan die prijzen weer naar beneden. En dat andere landen dat bepalen. Want je weet niet waar het eindigt, de prijs. Maar dat kan natuurlijk lang niet iedereen geld opzij zetten. Nee, dat klopt. Ik denk vooral voor mensen die een slecht geïsoleerd huis hebben, dat het sowieso een probleem wordt. Ja. En die zouden misschien best wat isolerende maatregelen willen treffen, maar kunnen dat niet betalen. Nee, ja, daar zou het Rijk wat voor moeten gaan regelen. Dat is toch doodlogisch? Ik bedoel, de kolen die moeten eruit, de olie moet eruit. Nou, het gas dat moet dicht. Nou, hout kan je niet meer stoken. Dan gaan we hoesten en kuchelen. Nou, daar houden we niks over. Dus we gaan gewoon buiten zitten. Dus we hebben lekker dom beleid gevoerd. Ja. Dat is heel erg. Ja. Maar er zijn heel veel mensen die in armoede moeten leven. Nu al. Nu al. Dus. Er een subsidiepotje komt, zoiets daarvoor. Dus u vindt wel dat deze mensen op een bepaalde manier gecompenseerd moeten worden? Ja, dat zou wel. Dat zou wel normaal zijn, denk ik, ja. Nou, gaat u bijvoorbeeld uw spaarpotje aanbreken? Ja, daar ben ik al jaren mee bezig. Misschien heeft u wel een advies voor de regering op het gebied van die stijging. Laten we eens een keer luisteren naar de gewone man die normaal leeft. Niet over de balk gooit, maar gewoon normaal netjes leeft. Die van een AOW'tje moet leven. Gaat dus bij deze mensen 14 dagen in huis. Ja, dat kan zeker. Ik me voorstellen. Ik maak me ook wel zorgen over mensen die met een uitkering leven en... Daar heb ik dan ook vaak gewerkt en daar heb ik wel een hard hoofd in. Dat die het echt het hoofd niet boven water houden. Dus... Wat zou daaraan gedaan kunnen worden? Ja, die mensen hebben vaak ook de middelen niet om extra te isoleren of een andere ketel of weet ik wat aan te schaffen. Dus ik zou het niet weten. Is het optrekken van het minimumloon zoals men wil een goede oplossing daarvoor? Ja. Dat lijkt me sowieso, want mensen met een uitkering en mogelijk schulden of wat ook kunnen sowieso het hoofd niet boven water houden. Dus dat lijkt me niet zo'n gekke optie. Naar beneden doe, gasprijs. Ja. Bijna de helft van de energie schijnt uit belastingen te bestaan. Ja, dat is ook nog, energiebelasting, ja klopt. Dus nu gaan ze de prijzen verhogen in plaats van, zoals u graag wilt, verlagen. Ja, mensen komen straks wel in een probleem, ja. Het komt nog zover dat we weer een houtkorfje in de voorkamer zetten. Denkt u dat het zover komt? Als het zo doorgaat, ben ik er wel bang voor, ja. Ja. Jij ook? Moet me dat wachten. Ja, maar je doet zo weinig. Doet er niks aan. Welk advies kunt u geven aan mensen die best een beetje moeite hebben om financieel rond te komen? Iedereen heeft zijn eigen ideeën over hoe ze met zijn geld omgaan natuurlijk. En je moet leven naar je inkomen. Nou, ik zou beginnen met een paar goede overgordijnen te kopen. Ja? En zodanig over je radiator hangen dat de warmte de kamer in komt en niet naar de muur toe. Aluminiumfolie tegen de muren plakken. Dat kost allemaal niet zo verschrikkelijk veel. En
Ja, gooi maar een beetje extra vloerbedekking op de grond als je geen vloerverwarming hebt. Zou het ook zo kunnen zijn dat de regering de energieprijzen laat stijgen om te bereiken dat mensen een beetje na gaan denken over hun energieverbruik? Wel nee, dat is gewoon een money maken. Ze hebben geld nodig voor leuke dingen. In wezen wat wij doen met deze hoge energieprijzen is de windmolens betalen, die zonnepanelenparken laten aanleggen met allemaal gigantisch veel subsidie. Elektrische rijden met de auto met een hele hoop subsidie. En dat moet ergens weggehaald worden. Zo simpel ligt het volgens u? Ja. Nee. Nee, want ik wil eerst zien wat het allemaal gaat worden en wat de impact is. Want het is natuurlijk allemaal nog onduidelijk. Ja, ja, we hebben in Nederland daar helemaal niks meer te doen. Daar hebben we geen gas, gelukkig. Alles op elektra. En dat bevalt perfect. Dus Denemarken doet het veel beter dan Nederland? Qua stressbestendigheid, ja. Qua vriendelijkheid, ja. Qua criminaliteit, ja.